Jury en ik hebben hier een mooi uitzicht over het Olympiastadion in West-Berlijn. Met zijn kenmerkende blauwe renbaan rond de grasmat. En je kunt je hier als supporter maar beter niet misdragen, want ze hebben hier onder het stadion zelfs speciale politiecellen. AZ gaat in deze opstelling van start. Ik tel 3 aanvallers in de opstelling. Hoe verwacht jij dat dit gaat uitpakken? Nou, het zal er een beetje aan liggen of de 3 middenvelders het middenveld kunnen domineren. Even. Als dat het geval zal zijn, dan geef ik ze zeker een kans. En hier zien we de beginopstelling van Vitesse. 4-3-3. Wat betekent dat nou eigenlijk voor de pak? En meteen al een vrije trap. In de handen van de keeper. Die bal wordt onderschept. Buitenspel volgens de scheidsrechter. Hij ging duidelijk met zijn hand naar de bal. En dus legt de scheidsrechter het spel stil. Hier hadden we eigenlijk geen doellijntechnologie bij nodig, Jury. Wij dachten meteen al dat het geen doelpunt was. Nee, dit is duidelijk. Het komt niet eens in de buurt van het doelpunt. Nou, van die afstand, uitstekend schot. Gaat beter op de diep. Een strak schot van grote afstand, maar helaas geen goal. Kwaadjashvili. Van Wolfswinkel. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. De scheidsrechter past de voordeelregel toe en eens kijken hoe dat uit gaat pakken. Volgens mij is het een goede beslissing, Evert. En je krijgt dan toch dat de vaart in het spel behouden blijft. Oh, dit kan een kans worden. Lekker hoor, die zuivere steekpas. De bal gaat via de verdediger over de achterlijn en dan krijgen we een corner. Dit was een pittige overtreding en de scheids besluit dan ook geel te geven. Het duurde wel even. Ja, maar het is wel een terechte kaart, denk ik. Hij probeerde met zijn hoofd. De verdediging steekt er een stokje voor. Los Santos. De wedstrijd is net begonnen en er is nu al een overtreding gemaakt. En het spel gaat weer de andere kant op. Garcia probeert het met een tackle. Aanval gaat door. Van Wolfswinkel. Ze hebben geen haast. De bal gaat rustig rond. Wie pakt die bal op? Buitens. Henriksen. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Ze bouwden de aanval geduldig op en zijn de bal nu toch weer kwijt. Oh, dat is mooi over de vleugel gepaast. Maakt zich wellicht al op voor een schot. De bal wordt voor het doel gespeeld. Kan er iemand bij? Henriksen! Dit soort missers zie je op internet terug in hilarische filmpjes. En ik vrees dat deze blunder daar ook tussen hoort. Dit krijgt die speler nog wel even te horen in de kleedkamer, denk ik. Loopt tegen die verdediger op. Leerdam.
De paas wordt eruit gehaald. Gevaar voorbij. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu... Dit wordt menens. Oeh, dat stagneert. Hé, hey, was dat geen hens? Ja, volgens mij wel, ja. Wie weet levert dit een kans op. Daar is de poging. Henriksen. Garcia. Ze zoeken telkens de vrije man zodat er ruimte ontstaat. Mooie bal, zo de 16 in. Hij raakte met de kop. Prachtige poging, dat wel, maar niet op doel. Hij strekte zich helemaal uit en hij kon de bal gewoon niet naar beneden koppen. Hij verliest de bal. Kwaziashvili. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Kwaziashvili. Hij laat zich echt niet passeren. Buitens. Kijk eens wat een mooie paas. Geen enkele verdediger is tegen hem opgewassen. Dat wordt een hoekschop. Krijgt hem in het strafschopgebied. En dat is de zoveelste corner. Blaar! Goeie ingreep van de keeper. Prima voorzet hoor. Een verdediger pikt die voorzet op. Klaar. Fantastisch. Daar gaat hij. Nee, niet zo. Ze wachten geduldig hun kans af. Kijk eens. De bal strandt ergens in de verdediging. Kruiswijk. Buitens. De bal wordt rondgespeeld. Ze kijken naar een gaatje in de verdediging. Hij knikt de bal. Als je zoveel kansen creëert, dan moet je toch een keer scoren. Het wil maar niet lukken vandaag. Prima onderschepping daar. Van Wolfswinkel. Rustige opbouw, ze zoeken een gat in. Hij knikt hem aan zijn sprongkracht. Dalla. De eerste helft zit erop en de stand is 0-0. Dat gebeurt soms in het voetbal. Volop kansen, maar geen goals. Ja, het is gewoon een goede wedstrijd even. Maar ja, soms gaan die ballen er gewoon niet in. De coach haalt een wisselspeler van de bank.
De tweede helft is van start gegaan. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Henriksen. Buitens. Haps. De bal gaat rustig rond. Ze wachten op een opening. Zinloze voorzet. Doeltrap. Daar had meer in gezeten. Kwaadjashvili. Hij is hem kwijt. De bal rolt vrolijk verder. De scheidsrechter. Dat is een vrije trap. Wat een blinde sliding. Hij neemt de speler mee. Hij maakt een sliding, maar daarbij raakt hij de man. Ze proberen via de vleugel een opening te vinden. Het zag er veelbelovend uit, maar deze aanval wordt afgeslagen. Bal, retour, afzender. Wie weet levert dit een kans op. Slechte voorzet, zeg. Makkelijk onderschept door de achterhoede. Ze bouwen rustig op, loerend op een opening. Goeie tackle en dan neemt het balbezit weer over. Zo te zien krijgen we een wissel. De bal gaat over de zijlijn, maar dat was toch knap verdedigend werk hoor. De coach wil een wisselspeler in het veld brengen. Oei, die inworp gaat helemaal mis. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. De tackle was goed, maar levert geen balbezit op helaas. De aanval leek gevaarlijk, maar ze zijn de bal alweer kwijt. Dos Santos, wat een snelheid. Dos Santos! En na dat doelpunt staan ze voor. Deze wedstrijd verloopt minder stroef dan ik had verwacht. Ze proberen ons op veel kansen en houden de tegenstanders nog harder in bedwang hoor. Ik had niet gedacht dat deze wedstrijd zoveel kansen zou opleveren. Terecht dat ze beloond worden voor hun goede spel. De score is pas na rust geopend. Kwaadjashvili. Haps. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Hij werkt de bal weg. Komt hij bij een medespeler terecht? Uitstekend. Kwaadjashvili. Die gaat er niet in. Ze komen niet gelijk. Die paas wordt doorzien. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Maar de tegenstander heeft de bal alweer teruggepakt en dus loopt deze aanval op niets uit. Uitgelezen kans om te scoren. Hij scoort. Een prima lage strakke bal. Zo zien keepers ze niet graag. Prima afgemaakt. Let ook op de combinatie die eraan vooraf gaat.
schitterend uitgespeeld. Wat een prachtig uitgespeeld doelpunt. Ja, ze zijn duidelijk een klasse beter dan de tegenstander. Kwasiashvili. Garcia. We hebben nog 20 minuten van de reguliere speeltijd over. Er komt een wissel aan. Van Wolfswinkel. De scheidsrechter legt het spel niet stil, maar geeft voordeel. En dat is vaak goed voor de wedstrijd. Ja, ik zie dat graag, Evert, want het blijft vloeiend dan het spel. En dan krijg je niets. Wat een actie! Henriksen! Allemachtig, prachtig doelpunt! Er gaat een schitterende aanval vooraf aan deze uitbraak. Die beheerst wordt afgerond. Zo wil je dat als trainer zien. Deze voorsprong geven ze niet meer uit handen, denk ik. Nee, het wordt nu wel erg moeilijk. Er wordt een eenzijdige pot vandaag. Kwasiashvili. Nog net iets meer dan een kwartier te gaan. Er staat een wisselspeler klaar om in te vallen. Henriksen. Oh, dit kan een kans worden. Ze zoeken telkens de vrije man zodat er ruimte ontstaat. Een schot. De keeper heeft hem. Die bal gaat het strafschopgebied in. Krijgen we een doelpunt? Doeltrap. Daar had meer in gezeten. Moet je die supporters eens tekeer horen gaan, Jury. Die denken dat de buiten al binnen is. Ja, die zien het niet meer misgaan. Ik eigenlijk ook niet. Maar een balletje kan raar rollen. Vooralsnog is er geen vuiltje aan de lucht voor het ploeg. Ze spelen prima voetbal. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Hij dringt door in de 16. Daar had hij echt een open kans. Kijk nou. En dat is raak. Hij is het eindstation van een vloeiende aanval. En hij blijft heel rustig voor het doel. Knap afgemaakt. Dit is al zijn tweede treffer. Hij laat ze allemaal staan. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. Ze zijn zelfverzekerd op voorsprong gekomen. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Nee, dat schot moeten we snel vergeten. We pikken er even een speler tussenuit die vandaag de handen op elkaar krijgt. Kijk, hier zie je goed dat hij continu in balbezit weet te komen. En zo ook gevaar kan stichten. Nou, en hij heeft niet voor niets een doelpunt achter zijn naam staan. Ja, speelt een prima partij. Balbezit heroverd, maar helaas van korte duur, want is hem alweer kwijt. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Kwasiashvili. Hij laat hem zo uit de dekking draaien. Die voorzet draait naar binnen. Hij knikt hem. Dit soort missers zie je op internet terug in hilarische filmpjes. En ik vrees dat deze blunder daar ook tussen hoort. Dit krijgt die speler nog wel even te horen in de kleedkamer, denk ik. Doe maar, 4 minuten extra tijd.
Wie weet levert dit een kans op. En nu scoren. Gewoon een mooie goal. Het was een lange breed beslist, maar ze blijven doorvoetballen en worden daarvoor beloond met nog een doelpunt net voor tijd. Maar misschien wel de kers op de taart. Een mooie bekroning van een geweldige wedstrijd. Het is al lang gelopen natuurlijk, maar toch blijven ze maar doorgaan. Ze hebben flink aan hun doelsaldo gewerkt, ja. En dat kan natuurlijk nog zeer belangrijk zijn. Echt spannend zal het vandaag niet worden. Leer dan. Einde wedstrijd, stand 5-0. Wat zal het zelfvertrouwen van de spelers een knauw krijgen door deze wedstrijd? Ja, dat denk ik ook. Ze zijn gewoon afgedroogd. En dat is nooit leuk. Ja, hij heeft fantastisch gespeeld. En het leek hem wel geen enkele moeite te kosten. Ja, geweldig. Hij heeft er gewoon twee gemaakt. Hè. Dus dat is toch knap. En hij past van het zelfvertrouwen, dat zie je. Je ziet zijn medespelers ook opleven als ze met hem kunnen samenspelen. En ja, ik denk dat dat vandaag ze de zege heeft opgeleverd. Blaar! Goeie ingreep van de keeper. Dos Santos. Wat een snelheid. Dos Santos. En na dat doelpunt staan ze voor. Uitgelezen kans om te scoren. Zet legt het spel niet stil, maar geeft voordeel. En dat is... Wat een actie! Henriksen! Allemachtig, prachtig doelpunt! Daar had hij echt een open kans. Kijk nou! En dat is raak! En nu scoren.